Oh, what the fuck, het is een mooie tijger! Oké, we zijn aan het crashen met een helikopter of een vliegtuig of zo. I don't fucking know. Vliegtuig is in twee gebroken, oké, nice. What the fuck, we zitten in een of andere random grot of zo. Als ik dit in real life zou meemaken, zou ik dat echt niet overleven van de stress gewoon, man. Oh, een schot. Let's go. Come on, Laura. Jump out. We look very handsome, I think. Ja, ja, ja. Oh, ballonnen. We zitten hier dus op een Mexicaans feestje. What the fuck? Vandalistische kinderen. Oh, dat zijn leuke skeletjes. Ik wil er zo eentje hebben. What the fuck? We kunnen nu officieel mensen vermoorden. Let's fucking go. Aha, fuck you. Dat was alsnog heel close. Hello sir, how are you doing? Ah, now the shooty shoot begin. Kom dan, we Lara Croft, hè? This bitch is the one giving you so much trouble? Ik ben geen bitch, hè? Jullie zijn de bitches. Overstromingen! Fucking auto. We zijn in een overstroomde supermarkt aan het zwemmen. Jesus Christ, man. Dat heb ik nog nooit gedaan. Recipe for disaster. Jesus Christ. Dat was per ongeluk. Amazon River. Aapjes. Ik vertel een mop ook wat eet een vegetarische kannibaal. Een groenteboer. What the hell? Een blauwe kikker. Woehoe, dit is levensgevaarlijk, maar woehoe. Het is een tijgerpanter, geen idee. Het is gewoon een kat, oké? Okay? Ik ben mezelf aan het verstoppen voor de bewakers. Nice, man. Climb trees. Smoke trees. Oké, okay, onze vriend heeft een parasiet in zijn arm. Oh, fuck. Oké, okay, we spelen nu als een kleine Lara Croft en dit voelt echt heel raar aan. Zo te zien leven wij in een van de rijkste huizen ooit. Oké, okay, dit is echt fucking levensgevaarlijk. Ik weet niet hoe oud wij zijn, waarschijnlijk 10 of 11 jaar oud of zo. What the fuck? Ik wil ook zo'n fucking wereldbol in mijn huis, man. Weet je hoe awesome dat zou zijn? Oh, what the fuck, ik heb een cool jaguar kostuum. Wel, dat was meedogenloos. Dat ziet er heel fucking random uit. Oh, flashbacks naar Algield op, man. Flammable barrier? Burning it all down. Ah, zo. No, I work a ship that blew into some... I don't fucking give a shit, man. Oh, lekker tussen de waterlelies zwemmen. Alsof het al niet groot genoeg is. Ik kan mezelf in modder coveren. Ah, hard to get back, man. What happened? Misschien een vloek of zo van de Inca's. Of een of andere fucking soldaat die losgeslagen is. Is dit lava? What the fuck? Zit lava niet fucking diep normaal gezien? Slangen! Oh godverdomme, dit is een trap. Oh shit, je kunt hier niet door. Haha, prank. Waarom slagen die fucking houten stokken gewoon niet kapot? What the fuck, het is maar hout. YOLO. Maar ah! Got to be more careful. Sure, maar... Dit is gewoon te gevaarlijk om het überhaupt te doen. Dit is uw leven af laten hangen van hoe sterk dat die dingen zijn. Oh, een lama. Hallo. Tussen mensen zwemmen. Nice. Oké, okay, vriendjes worden met de inheemse bevolking. I'm sure she has seen many markets before. Outside? Yes. But ours is the best. Kapitalisme heeft deze gemeenschap ook al overgenomen. Nice dansje, man. Deze hoofden zijn eng, man. Tussen allemaal fucking lijken klimmen, man. What the hell. Oké, ik moet hier dus bloed laten doorstromen. Wel, was het zo slim om met dat water mee te gaan, man? Je weet nooit wat voor hoge waterval dat kan zijn of zo. Kindermishandeling. Fucking marginalen. Ik ben gewoon aan het stelen van de mensen hier, oké. By the way, mensen, binnenkort komt Uncharted, de film, uit. En ja, ik zou die wel graag willen zien. Maar het probleem is dat de cinemas nu niet open mogen van de Belgische overheid. C-Note. Oh, dat is die guy van Prison Break. Het is alsof ik fucking Call of Duty zombies ben aan het spelen, man. Maar dan zijn het wel heel wat gemuteerde zombies.
Oh, nog meer monsters. Nice. Ik heb er totaal nog geen miljoen neergeknald ofzo. Jesus Christ. Ik ben gewoon fucking als een spin over de fucking muur aan het kruipen, man. Ah, piranhas. Fuck, kut piranhas. What the fuck voor pakje hebben wij nu gekregen? In ieder geval moeten dus iemand gaan freeën uit de gevangenis. Oké, ik ga de Michael Scofield in mezelf bovenhalen, man. Oké, deze mensen zijn allemaal los aan het gaan. Hij heeft precies een weer in haar gezicht. Welcome to the power of modern times, man. Guns all the way. Godverdomme, het is een chopper gunner. Die guy doet me echt aan Jimmy denken van GTA 5. Oké, ik leef nog, oké. Wat? Oké, we zitten in een of andere geheime kerk waar dat de dood aan het winnen is. Nu ga ik dood. Oké, we moeten samenwerken met haar. Creepy. Alexandre, kom over, meers!